mijn naam is Klaske Vaassen. We werken op melkveebedrijf Noordzicht in Sint-Jacobi-parochie. We melken hier 140 melkkoeien op 86 hectare grond. In 2009 hebben we een nieuwe stal gebouwd. Ik werk hier samen met mijn man en mijn moeder. Vanaf jongs af aan ben ik hier op het bedrijf opgegroeid en is mijn liefde voor de variatie op het melkveebedrijf groot geworden. Het werken met het melkvee, de liefde voor de dieren, maar ook het bedrijfsleven eromheen. Mijn moeder vond dat ik vroeger een studie moest doen, want ik had VWO gestudeerd. Ik wilde zelf het liefst de hogere landbouwschool doen. Ik ben op diergeneeskunde gaan kijken en heb daar zoveel indrukken op gedaan dat mijn keuze zeker was daarna. Ik werk 4 dagen in de week als dierenarts en de overige tijd besteed ik aan het melkveebedrijf. Je bent altijd met de gezondheid van de koeien bezig. Absoluut, als dierenarts zijnde. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Mijn drijfveer is dat je de stal binnenkomt en een gezonde, glanzende koppel melkkoeien ziet die voor jou willen produceren. De geboorte van kalveren, dat geeft toch de meeste voldoening. Je zet nieuw leven op de wereld. De koe die gaat opnieuw een nieuwe lactatie in om melk te produceren. Je bent bezig met voedselproductie, dat is voor mij het allermooiste aan het melkveehouder zijn. Vroeger was de melkveehouderijsector echt een mannenwereld. Tegenwoordig heb je steeds meer vrouwelijke agrarische ondernemers die ook hun nodige invloed in het geheel hebben. De grootste uitdaging in ons werk is toch de regelgeving, om de continue veranderingen van de regelgeving, maar ook van je eigen bedrijfsdoelen, om dat te kunnen realiseren. We zijn hier altijd bezig met nieuwe dingen. In 2009 is de nieuwe stal dus gebouwd. Daarna is de oude stal afgebroken en hebben we daar nieuwe sleufsilo's gebouwd. Het belangrijkste onderdeel van koeien is toch de voeding. Als je geen goede kuilkwaliteit hebt, zul je nooit een hoge melkproductie halen. Zullen de koeien nooit een hoge gezondheidsstatus halen. Heb je meer last van zieke koeien. Dus goede kuilkwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste. Op onze sleufsilo hebben we ook meteen besloten om een agridek-systeem te plaatsen. We wilden een lasagnekuil en dit is met het agridek-systeem met gemak af te dekken. We hebben gekozen voor bosbeton omdat bosbeton jarenlange ervaring heeft en goede en betrouwbare kwaliteit levert. We zijn met bosbeton in aanraking gekomen via de beurzen en daarnaast ook mond-to-mond reclame. Bosbeton is hier meerdere keren geweest om te komen overleggen hoe we het beste konden realiseren en hoe we het beste de plaatsing konden doen. De plaatsing van de sleufsilo is hier snel en vlot verlopen zonder problemen. Over 10 jaar werken wij hier nog steeds met erg veel plezier op ons melkveebedrijf. Waar de koeien gezond zijn van de lasagnekuil die we in onze silo hebben. We zijn continu bezig om de hoogste kwaliteit te leveren, de hoogste kwaliteit melk, maar ook de hoogste kwaliteit gezondheid en welzijn voor de dieren.